of Enterprise Mobility Suite webinar. We hebben nu één attendee op dit moment. Dat is dan meteen ook Gille. Zet u even op unmute, dan kunt u zelf even wat. En ja, nou, ik zie nog een andere erbij komen. Ik heb mijn collega Aziz, die zit ook in de webinar. Die luistert mee. Aziz, zou jij de deelnemers kunnen unmuten voor mij? Want ik heb daar geen toegang tot. Dus nou, welkom bij de webinar. Wacht er nog even op een aantal inschrijvingen. Het is de vakantietijd, dus ja. We hebben kunnen verwachten dat niet veel heel druk zou zijn. Ja. Er was wel heel veel inschrijving, maar ja, ik denk dat de Zwarte Zaterdag van Frankrijk aardig doorgetrokken is. Ja. Ook mensen die wel inschrijven, maar vergeten dat ze op vakantie gaan het laatste moment. Ja. Dus nog een reden om het nogmaals te gaan doen. Dus, jullie zijn nu de eerste die dus de nieuwe zaken vanuit WPC 2016 te horen gaan krijgen. Ja. Dus ik heb een beetje een aantal samenvatting gemaakt van wat er verteld is op de WPC 2016 van mijn collega's. En die ga ik vandaag doorlopen. Oké. Okay. Kunnen handige dingen zijn, zoals bijvoorbeeld de Windows 10 die er aankomt. Ja. En Intune, hoe ze ermee verder willen gaan. Niet zoveel veranderingen, maar wel te zien van dat er veel gefocust is op de Windows Intune. Ja, want hoe zijn, wij gebruiken zelf Office 365. Ja. Daar zit ook het device management in. Ja. Ik heb dat toen in al enthousiasme aangezet, ja, omdat ik daarmee wilde testen. Alleen wij gebruikten iPhones. Ja, en ik ken dat. Was een issue'tje. Hoe staat het daar inmiddels mee? Ja, daar ben ik dus inderdaad bekend van uw vrouw. Ze is zelf geïnstalleerd, geleerd naar Amerika en bij Microsoft. Ja. Dat heeft te maken met een co-admin recht. En daar ben ik dus nu aan het uitzoeken van hoe het ermee zit. Ja. Want het was zo dat het certificaat inderdaad niet geladen kon worden, of doorgepusht kon worden. Ja. Dat heeft te maken met de tenants, de Office 365 tenants. Ja. Die vereisen eigenlijk een iets hogere level van de admin. Ja. En daar liepen we ook toevallig tegenaan bij het deployen van een Azure omgeving. In CSP. Ja, precies, want daar heeft het volgens mij wel mee te maken, hè, dat je een CSP-model zit en niet meer rechtstreeks de licentie bij Microsoft afneemt. Klopt, ja. En het is zo van eigenlijk dat het deployment model van de CSP is, dat eigenlijk de distributeur in dit geval het tenant aanmaakt voor jullie namens de klant, namens de reseller. En voorheen was het eigenlijk dat de reseller rechtstreeks de tenant aanmaakt namens de klant. Ja. Dus het is eigenlijk een soort hoofdpijn is weggehaald, maar er is een kleine hiccup gebleven. Ja. Dat is dat jullie niet rechtstreeks meer hoofdadmin zijn van het omgeving. Ja. Wat eigenlijk ook klopt, want dat doet de distributeur nu, maar jullie moeten wel co-admin zijn met de nodige rechten. Ja. En daar ben ik al nu, denk ik sinds het probleem met het iPhone, ben ik nu nog steeds bezig ermee. Ja. Maar is dat omdat Ingram een van de weinigen is die met dat CSP zo druk in de weer is? Nou, ik denk dat wij de eerste zijn. Daar toch ook last van moeten hebben? Ja, die anderen hebben daar ook last van. Sterker nog, ze gaan het allemaal tegenkomen. Wij zijn nu echt als eerst. Ja. Dus ik ben blij dat wij dus ook er tegenaan zijn gelopen als eerst. En dat Microsoft noemt dat ook nu, dat ook erkent. Microsoft helpt ons ook hierin. Ja. Dat is ook het mooie daarvan. En eigenlijk als wij dit niet tegenaan waren gelopen, hadden we dit niet geweten. Nee. Dus geluk bij ongeluk. Ja. Nou, inmiddels is de aanmelding op de 2 blijven staan. En ik denk dat ik gewoon ga beginnen, want anders ik verwacht niet meer dat andere mensen erbij gekomen.
Die kans acht ik ook klein eigenlijk. Ja. Nou, wat ik ga doen is, omdat we een hele korte twee mensen hebben, ga ik het proberen. Ga ik de presentatie heel kort doorlopen. En ja. Na loop ga ik proberen toch door de. Ga ik toch proberen het echt te laten zien. Oké. Okay. Hoe in Windows Intune dashboard eruit ziet, eventueel het compliance. Eigenlijk een paar tips en tricks die ik in de laatste paar tijden ben tegengekomen. En eventueel dat ik ook misschien mijn eigen laptop laat zien hoe ik het met Windows Intune heb ingericht. Nou. Dus, prima. Even kijken, ik zie nog gillen ertussen staan. Ik denk dat hij heeft geen voice, maar dat geeft niet. Ik ga beginnen. Naar de presentatie. Je ziet de presentatie staan. Ik zet je weer op mute. Dan kan ik. Aziz, als je mij hoort, laat het maar staan op onmute. Want het zijn maar misschien twee, eventueel drieën straks. Dan praat het gewoon wat makkelijker. Als het maar een grote groep is, dan is het lastig om het op onmute te laten. Alright. Enterprise Mobility Suite. Nou. Dit is de agenda voor vandaag waar ik wil gaan adresseren. Dit zijn eigenlijk een aantal punten uit het WPC 2016 document presentaties, maar ook zaken die in afgelopen tijden zijn voorbijgekomen, waar ik dus heel veel vragen over heb gehad. En zoals je ziet op het laatste onderdeel heb ik staan Windows Intune Overview, want dat is wat heel veel gevraagd wordt van hoe zit dat in elkaar. En de bovenste is dan de Simple Architectural Landscape. Die heb ik zelf ertussen gezet om een idee te geven van hoe werkt het hele EMS met elkaar, met Office 365, Azure en dat soort zaken. Om het een beetje een plaatje te geven van wat het inhoudt. Het is allemaal een naam nu, maar ik wil het juist visualiseren dat het voor degene die het echt moet gaan doen, dat het ook daadwerkelijk kenbaar is van wat ze aan het doen zijn. EMS staat één principe voor, die target eigenlijk de drie componenten van het IT, Identity, Mobile, Mind Management en Security. Waarvan eigenlijk identiteit en security het meest naar voren komen op dit moment. En Mobile Management, die zien wij heel weinig voorbij komen. Niet omdat het geen goed product is, maar meer omdat het een product is dat moeilijk te verstaan is. Het is moeilijk om te adapteren. En het is vrij nieuw, bestaat lang, maar het is nieuw. En daarmee is het heel lastig voor mensen om toch een overstap te maken naar een Windows Intune. In plaats en daarvan naar een Windows Intune. En daarvoor kiezen ze heel vaak een andere leverancier, omdat het heel makkelijk in elkaar zit, gezet kan worden. Maar ik hoop vandaag dat ik iets meer kan laten zien van hoe het toch wel kan ingezet kan worden. De challenges. Die zijn. Wellicht bekend, maar dat zijn zaken soms ook die niet meteen per klant specifiek voorkomen. Maar wat ik wel heel veel zie is wat nummer 2 eigenlijk, de tweede bullet, heel veel vraagt tegenwoordig, is om eigenlijk alle machines te kunnen beheren. Het zij een pc, het zij een laptop, het zij een telefoon. Dat willen ze kunnen doen met middels één identiteit. En het is een hele grote vraag naar, alleen het is ook heel lastig om te implementeren omdat je ook de kennis voor nodig hebt. En laat dat juist de bottleneck zijn voor heel veel van onze resellers die struggelen met van hoe moet je dus in principe met die überhaupt een on-premise domain controller koppelen met het Azure Active Directory. En dan vervolgens ook nog het beheer van de mobiele en security eraan gaan implementeren. Microsoft heeft ook een aantal documenten nu, die hoop ik straks te laten zien, met een aantal stappen die je kan doorlopen om jezelf te klaar te maken voor dit zij het domeincontrole gedeelte. Nou, dat is min of meer bekend bij veel van ons al. Maar daarna het Azure Domain Controller, Domain Services. En vervolgens het EMS ziet wat er bovenop komt. En het laatste bullet, dataprotectie. Dat spreken we, dat is nu echt een hot item. Dat
is eigenlijk degene die nu op nummer 1 staat van wat we het meest zien voorbij komen. Als we ook kijken naar per dag of per week wat we aan aanvragen binnenkrijgen van hoe beveilig ik mijn OneDrive, hoe beveilig ik mijn SharePoint, mijn mail, mijn... Kortom, het is nu alleen maar dat. En vorig jaar al was er al gesproken over een toename van beveiliging op cloud producten, op cloud mail en data en dat soort zaken. En nu zien we eigenlijk echt dat het gaat, dat het toeneemt. En voor de komende half jaar tot CQ gezien naar volgend jaar en de jaren die daar komen, gaat dat heel erg spelen. Dus het is heel erg tijd, mochten jullie ermee willen gaan beginnen, concentreer je heel veel op het dataprotectie, want dat doet heel weinig mensen op dit moment. En daar zit een hele grote gat in qua werkzaamheden nog die dus behaald kunnen worden. Enterprise Mobility Suite. Wat houdt het in? Wat zijn de onderdelen die dus meegenomen worden in het Mobility Suite? Identity en Access Management. Nou, dat is meer of meer het, wat ik net vertelde. Het een domeincontrole on-premise naar de cloud brengen. En daarmee eigenlijk je al je identiteit vanuit één punt gaan beheren. Maar ook... dat is dan het identiteitsbeheer, maar wat je nu ook heel veel ziet is dat bijvoorbeeld mensen klanten hebben dan een Google, een Salesforce, een Evernote, kortom heel veel SaaS applicaties. En die hebben dan meteen ook heel veel logins. Dat heb ik zelf ook met mijn Yahoo. Als ik dan naar Yahoo moet, dan moet ik dan weer een andere login. En dat wil ik niet. Dat wil ik dus eigenlijk vanuit één user wil ik dat kunnen inloggen, door inloggen naar Yahoo, zonder dat ik dan mijn Yahoo account hoef in te vullen. En dat is dan het access management ook meteen. Access management houdt in dat je dan SaaS applicaties onderling gaat koppelen met elkaar. En het token, zeg maar het validatieproces, gebeurt via één kanaal. En dat is dan, Microsoft gaat dan ervoor zorgen dat het authenticatiekanaal tegen Yahoo bijvoorbeeld in dit geval wordt aangehouden. Indien jouw account op Yahoo nog actief is en valide is, krijg je dan een toegang tot je Yahoo account. En dat gebeurt allemaal in het achtergrond en het is ook meteen beveiligd. Dus mensen kunnen niet meteen erin gaan kan sniffen om te kijken van wat is het paswoord. Nee, want het is allemaal encrypted wat eraan gebeurt. En dat is dan in het kort het onderdeel van boven naar beneden, wat ik net verteld heb over identiteit en access management. Mobile and device en app management. Dit is dan het onderdeel wat ik straks erop terug ga komen. Het Intune. Kijk, straks in wat dieper erin laat ik ook de portal zien hoe dat eruit ziet. En dan wordt het ook wat makkelijker om te verbeelden van wat houdt het app management in en wat houdt mobile device management in. En vooral het mobile device management. Tot welke hoogte kun je ermee gaan en wat zijn de verwachtingen van Windows 10 wat er aan gaat komen met het Windows 10 en CSP model. Daar ga ik straks proberen meer erop terug te komen. Information protection, nou, rights management. Dit is ook een onderdeel wat heel veel gevraagd wordt van ons op dit moment wat wij zien voorbij komen. Echter, rights management is op zichzelf een vak apart. Het is dusdanig vak apart dat er weinig mensen er iets mee doen. Maar het is juist nodig nu om wel iets mee te gaan doen, want in het kader van dataprotectie, data leak en dat soort zaken wat allemaal nu opkomt, is het belangrijk om een hele goede mail secure protectie rondom je mail te configureren. En denk aan bijvoorbeeld een mailing die met een creditcardgegevens erin zit, dat niet zomaar uit het pand mag, maar wel specifiek naar één klant mag. Dit soort zaken spelen nu heel erg in het rights management. Daarmee kun je dat gaan aanpakken. En als dat hoort, dan betekent dat ook heel veel werk daarachter zit om bijvoorbeeld een policy of een template te gaan maken van welke mail mag waar naartoe?
En dat is heel vaak voor heel veel bedrijven om te zeggen van nou, ik doe het niet, want het kost me te veel tijd. Totdat er wat gebeurt, totdat er een leak is geweest, dan zeggen ze van, oh, hadden we dan de tijd toch ingestoken om het te doen? Dus het is een lastig product, maar het is lastig als je niets mee doet. Begin je ermee, dan kun je heel makkelijk al met rules, bepaalde vooraf geconfigureerde rules, kun je gaan instellen dat er bijvoorbeeld een mail wel of niet aan een bepaalde persoon gestuurd wordt. En ik zeg heel vaak over de mail, want dat is het meest makkelijkste om mee te beginnen. Als je die als je die een beetje door de vingers hebt, dan kun je de rest gaan instellen. En de Threat Analytics, die is nieuw bijgekomen. En daarmee kun je dus in principe een monitoring doen op alles wat er gebeurt op je Office 365, SharePoint en OneDrive. Ga ik zo meteen ook proberen te laten zien. Kijk, om een beetje een beeld te geven van wat er erin te verwachten is. Overview van het mobile suite, EMS suite. Nou, dit zijn eigenlijk de zaken wat EMS suite target, wat die in heeft. Azure Active Directory Premium. Nou, dit zijn eigenlijk de drie belangrijkste componenten van het AD Premium. Is de group management, self-service paswoord en eigenlijk het connectie tussen de Active Directory on-premise en de cloud. En vooral het laatste onderdeel, connectiviteit tussen Active Directory on-premise en de cloud, houdt in dat je ook een reverse paswoord sync kan doen. Dus stel je voor je zit op Azure of op Office 365, je wachtwoord is verlopen van je Office 365. Gebruikers mogen dat meteen invoeren en aanpassen. Wat doet hij dan? Hij synchroniseert het wachtwoord terug naar je Active Directory on-premise. Dat betekent dat komt de medewerker weer terug op zijn kantoor achter zijn bureau, logt in op zijn PC, kan hij dus eigenlijk het nieuwe wachtwoord gebruiken. Mobile device management, daar kom ik straks erop terug, maar belangrijk is om te weten is dat je eigenlijk een selected wipe mogelijkheid hebt. Access information protection, wat ik net vertelde, basically eigenlijk het is het documentstructuur, het documentverkeer beveiligen, het zij on-premise, het zij in de cloud. En er is ook nog een key management. Op dit moment weet ik nog niet zoveel erover. Het is nieuw bijgekomen, het key management. Daar wil ik eigenlijk weten van wat het is. Daar kan ik dus nu op dit moment niet zoveel over vertellen. Een stuk marketing en sales. Hoe je dus de Office 365 en EMS kan zien. Nou, dit zijn meer of meer de use cases die er voorkomen. Wanneer gebruik je Identity en Access Management, Mobile Device App en Information Protection. De slides kunnen jullie straks ook krijgen, maar in principe staan hier de keypunten voor het EMS boven een Office 365. Dan zie je dus hier eigenlijk dat basic staat. Wat krijg je met Office 365? Als je alleen Office 365 hebt, nou, dit zijn de basis aan onderdelen die je krijgt voor identiteit en access management. Neem je Enterprise Mobility Suite erbij, dan wordt het meteen dat je een heel wat andere opties hebt. En, oh ja, dat wat ik wel vergeten te vertellen, MFA, Multifactor Authenticatie, en een derde authenticatie provider, het zijn middels een pincode, het zijn via het softcode programma van Microsoft zelf. Dat is ook allemaal mogelijk met het identiteit en access management. Voor mobile device management, selective wipe, dat zit nu in de basic al. En voorheen stond dat hier boven in het Enterprise Mobility Suite. Maar nu hebben ze het ook meteen naar de basis pakket gestuurd. En zoals we net hebben besproken met meneer Pijpers, er zijn wat issues nog met vooral het admin gedeelte voor mobile devices vanuit Office 365. En daar zijn we nu aan het kijken over hoe we dat kunnen oplossen. Dit is een probleem wat letterlijk bij Microsoft ook bekend is. En we hopen dat wij dus voor
komende 2, 3 maanden meer progressie erop kunnen boeken. Dat ook het toevoegen van mobiele telefoons zonder problemen in het rechtstreeks in het Office 365 portaal kunnen worden gedaan. Information protection, dat RMS verhaal wat ik zojuist heb verteld. Dit zijn de basis onderdelen voor de Office 365. En wil je iets meer kunnen eruit halen, dan heb je dus Enterprise Mobility nodig. En dan krijg je dus inderdaad de hele mail notification. Op naar de volgende meteen. Nou, hoe ziet het eruit? Hoe pak je dat aan? Hoe ziet een use case eruit en hoe pak je een first trial aan? Een proof of concept bouwen. Nou, gebruikers willen dus hebben hun eigen devices, willen security gemonitord hebben, MFA, single sign-on, Active Directory. Het kan zijn een bedrijf met een on-premise domain controle of on-premise infrastructuur die wil zich maar gaan stretchen naar de cloud toe. Dat is allemaal mogelijk. Of het kan zijn dat medewerkers die klanten die rechtstreeks met de cloud beginnen en die willen in de cloud blijven, maar die willen dus een extra beveiliging aan toevoegen. Nou, dit zijn allemaal mogelijke mogelijkheden. Nou, de foto is natuurlijk spreekt wat dramatischer uit dan dat het is. Maar laten we hopen dat het niet zo ver komt met de medewerkers. Het landschap van EMS. Hoe ziet het eruit? Ga ik even proberen om uit te leggen vanaf links naar rechts toe. We beginnen eerst even met het Windows Server Rights Management. Normaliter kon je dus ook in principe de Rights Management Server on-premise op een machine installeren. In dit geval is het niet meer nodig, want dit kun je dus nu als een service bij Microsoft aanvragen. De Active Directory on-premise koppel je dus in principe met het Windows Server Rights Management. Daarmee wordt dus de user en validatie gedaan. Dit kan dus te maken hebben met, het kan een telefoon, applicatie, het zijn ook integratie met bijvoorbeeld een Skype, een Exchange of een file server kunnen zijn. En dan vervolgens heb je dus de cloud oplossingen waarmee je dit kan koppelen. In principe, als we kijken naar het linkergedeelte. Dit is dus een server rights management. Kijk je hier naar de linker, nou sorry, terug. Naar de rechterkant hebben we de cloud server rights management. Die twee zou je dus met elkaar kunnen laten praten, zodat er dus eigenlijk één identiteit rights management server bestaat. Dus in principe de linkergedeelte kan blijven bestaan, maar de rechtergedeelte, deze, wordt dan de primary gedeelte, primary rights management server, die gaat gebruiken voor een client, zeker voor alle e-mail protection, dus alle data protecties. Vanuit dit onderdeel kun je dus ook rechtstreeks doorgaan naar Microsoft Azure, want heb je rights management server en heb je geen gebruikers, dan heb je nog niks in principe. Je moet gebruikers hebben om op de gebruikers een policy te kunnen geven van dit mag een gebruiker wel of niet. En een gebruiker kan een Active Directory gebruikers alleen zijn. Dus je hoeft niet per se een Office 365 te kopen om een Active Directory af te nemen. Je kan ook zeggen van nou, ik neem alleen maar Azure Active Directory omdat ik bijvoorbeeld met MFA aan de gang wil. Dus in dit geval, het kan voor Azure alleen zijn, Azure Active Directory alleen zijn, maar het kan ook een onderdeel van Office 365 zijn. Overigens is een Office 365 heeft standaard een Azure Active Directory. Dus het zijn niet twee aparte zaken, nee, het zijn eigenlijk een één onderdeel. En vervolgens kom je weer de Microsoft Key Management, wat ik net vertelde, waar ik dus niet zoveel over kan vertellen. Dit is ook een nieuwe onderdeel. En ik kan me voorstellen dat dit te maken heeft bijvoorbeeld met het BitLocker, waarvan dus wat Windows 10 tegenwoordig, eigenlijk vanaf Windows 7 al heel sterk was. Maar met Windows 10 heb je BitLocker, BitLocker to go en dat soort zaken. Dat de BitLocker key,
letterlijk ook in Azure Active Directory kan worden opgeslagen. Wat voorheen eigenlijk in het domeincontroller services rol on-premise bewaard wordt, werd, nog steeds trouwens, is dat nu ook mogelijk dat je dus eigenlijk de BitLocker key in Azure Active Directory kan bewaren. En ik denk dat dit te maken heeft met het key management. Dit is ongeveer het plaatje in een kort overzicht van hoe de zaken met elkaar te combineren zijn. En het Windows 1 tune, zoals ik al verteld had, kom even erop terug. En zo ziet het Windows 1 tune eruit als we die uit elkaar gaan trekken. Users kun je mee targeten, mee aanpakken. Je kan users op users gaan rechten zetten. Je kan op devices kun je gaan rechten en policies kan pushen. Maar je kan ook applicaties en data gaan beveiligen. Ik ga zo meteen laten zien in het portaal van Microsoft tot hoever je kan gaan met deze drie mogelijkheden. Let er wel op wat er dus nu misschien niet mogelijk is om bij Windows Intune. Kan misschien over 2 maanden of over een maand wel mogelijk is. Want ze zijn heel veel bezig met het vernieuwen van het portaal ook. Zijn er tot dusver nog vragen voordat ik over kan gaan naar demo zelf? Nee, ik heb geen vragen. Oké. Even kijken. Rond ik het af ook. En dan schrijf ik hem door naar boven. Oké. Ik ben nu rechtstreeks naar het Microsoft Windows Intune portaal gegaan. Maar ik ga toch wel even een stap terug doen om te laten zien hoe kom je bij het Windows Intune portaal. Ik heb een E3 abonnement en daarmee krijg je Windows Intune inbegrepen. En dit zit, Windows Intune zit als onderdeel hier bij het Admin Center en dan bij het Intune pagina. Enige zaken wat rekening mee moet gehouden worden is dat al deze onderdelen waar een teken voor staat, het verwijst door naar een andere pagina, een andere URL. Echter voor Windows Intune is het nog steeds belangrijk dat je dus Internet Explorer moet gebruiken. Omdat dit Intune is gebaseerd op het Silverlight software van Microsoft. En daar is eigenlijk Internet Explorer het best mee te werken op dit moment. Dus ik heb dat zojuist gedaan, ingelogd met mijn Office 365 user, Admin Center gegaan, met Intune gegaan. En dan ben ik dus op de Intune pagina terechtgekomen. Kijken naar het dashboard, dit noemen ze ook meteen het dashboard wat je kan zien als je binnenkomt. Ik heb hier 2 inactieve devices, mobiele devices. Ik heb ze even uitgeschakeld omdat ik dus, ik hoef dus niet telkens meldingen te krijgen. Nou, laat ik even meteen inloggen opnieuw. Zoals je ziet, ik heb geen MFA. Ik zou de MFA kunnen activeren waarvan ik dus meteen een softcode kan laten sturen of sms kan laten sturen naar mij toe, zodat ik kan invoeren. Ik heb 2 laptop, een laptop en een desktop, 2 machines. Dit is mijn thuismachine, zeker een virtuele machine die ik heb, Windows 10. En die heb ik dus met Windows Intune Agent voorzien. Alleen die staat nu uit, dus die kan ik niks mee doen. En dit is normaliter mijn eigen laptop en die heb ik ook uitgeschakeld, omdat ik zei van nou, het is voor mij, ik hoef niet per se te doen, vanuit mijn vanuit ons werk hebben we al behoorlijke beveiliging. Te veel beveiliging kost ook meteen te veel resource op je laptop. Maar als ik deze even terugpak om de Windows 10 machine te bekijken, je krijgt meteen een aantal overzichten wat je kan doen hier. Nou, hier staat bijvoorbeeld het verwijderen, wachtwoord opnieuw instellen, snelle scan uitvoeren. Voordat je zover kan komen,
die je wel eerst even de machine te voorbereiden met een aantal policies. Dan kom ik weer terug op het linker gedeelte. Je gaat naar het dashboard. Nou, waar begin je mee als eerste als je, als je hierop komt? Je hebt nog niks, je hebt geen pagina, je hebt geen, geen device erin zitten nog. Nou, dan gaan we meteen aan de slag. Nou, kun je hier dit allemaal gaan doorlezen? Hoe je dat kan doen. Dit heb ik zelf gedaan om het te kunnen begrijpen van hoe het nieuwe mogelijkheden zijn met Windows 8. Maar omdat ik het al een beetje kende, ben ik dus meteen al gegaan naar beleid. En hier ben ik dus gaan kijken van ik wil een beleid toevoegen. En ik heb gezegd van nou, ik heb eigenlijk een Windows machine. Ik heb een Windows machine desktop of hoger. En als je hier een naam ingeeft, dan kun je een aantal onderdelen, een aantal security policies, dat is eigenlijk de GPO van vroeger die wij kennen. Het is niet echt een GPO-instelling, maar het is meer, het integreert zich wel met het GPO om lokale GPO, policy object van de machines. En nou, het zijn niet alle policies wat we kennen, anderin, maar wel de basic zaken. Wat ik net zoals zei, het wordt elke keer vernieuwd. Soms staan er dingen zoals nu bijvoorbeeld Microsoft Edge staat er al tussen. En dan kun je een aantal dingen instellen. Het is nog lang niet zo uitgebreid zoals wij kennen voor de on-premise gedeelte, maar het is soms net genoeg voor het instellen van een bepaalde zaak. Bijvoorbeeld het configureren van een VPN. Nou, dat zijn wel handige dingen kunnen dat zijn. Camera uitstaan. Lopen maar door. Kun je kijken wat voor onderdelen er geconfigureerd kan worden. Voor het antivirus meteen ook. Dit is het onderdeel waar je dus kan configureren voor antivirus. Nou, Endpoint Protection, de Microsoft Forefront zoals wij kennen van vroeger, is het antivirusprogramma van Windows Intune. Daarmee kun je een aantal dingen instellen en deze gaat wel heel erg ver. Het is echt een beetje een doorontwikkelde proces ook. En ook de automatische updates. Nou, dit is eigenlijk voor het Windows 10 verhaal hoe je een policy kan maken en vervolgens als je het gemaakt hebt, kun je dus eigenlijk toewijzen aan een machine. Zoals je ziet zit er ook beleid voor een aantal andere applicaties, een aantal server en een aantal solutions, oplossingen van Microsoft. Maar ja, ik kan er nu niet veel over zeggen, want ja, ik heb zelf geen Exchange Online om dat te kunnen instellen. ActiveSync kun je ook kunnen instellen op de mobiele telefoons. Hier kun je dus activiteiten inzamelen, configureren en doorpushen met je autodiscover mogelijkheden. En dan gaan we terug naar het overzicht. Even kijken, configuratiebeleid. En hier staan dus een aantal policies die ik dus heb gemaakt, die ik dus naar mijn machines heb gestuurd. Even kijken, dan gaan we even naar rapporten. Wat kun je met rapporten doen? Je kan bijvoorbeeld asset rapporten voor software kun je eruit halen. Hier staan er bijvoorbeeld information protection rapport. Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen tijd? Dus dit is nog wel heel erg zoeken naar van oké, wat voor template is voor mij behandig om te gaan runnen. Veelal wordt dit niet veel gebruikt moet ik zeggen. Omdat heel vaak zie je al in het dashboard hier al heel veel meldingen staan dat voldoende is. Zoals hier. Kun je al zien van oké, als je hier terug gaat, dan zie je, ik heb hier drie apparaten, mobiele apparaten. Kun je dus eigenlijk verder doorklikken. En dan kom je al aardig in een niveau terecht. Dat je kan zeggen van nou, ik zie de basisdingen, vind ik al belangrijk. En dan kom ik weer in hetzelfde scherm. Voor mensen met kennis van SSCM is dit ongeveer een beetje het SSCM. Komt een beetje over als SSCM. En dan gaan we door naar de beleidsregel. Als administrator kun je natuurlijk veel meer instellen. Nou, hier kun je dus de exchange voor multifactor kun je dus instellen. En ik kom weer terug op het beheer van
van Windows machines. Hier kun je dus een aantal zaken nog meer toevoegen. De sideload sleutels. Nou, dit kan ik allemaal wel doorlopen. Maar kortom, het is heel belangrijk om te weten van hoe de dashboard hoe de dashboard werkt. Wat zijn deze onderdelen aan de linkerkant en per onderdeel wat kun je dus zien? Ik geef zelf een basis om hoe je dit moet inrichten. Maar voor echt de verdere training, er zijn heel veel collaterals, heel veel trainingsmaterialen te vinden bij Microsoft. Ook de MSCN site is heel uitgebreid van hoe je stap voor stap je portal kan inrichten voor jouw machines. We zijn over tijd, maar ik wou nog heel even één ding nog laten zien. Namelijk hoe ik mijn machine uiteindelijk... met mijn machine als Windows 10 eruit ziet. Okay. Zien jullie mijn scherm nu? Maar ik zie nog gewoon hetzelfde presentatiescherm. Okay. Dit is hem. Nu wel. Nu wel, oké. Ik heb dus... ben een account gegaan, Work Access, en zoals je ziet heb ik mijn machine, mijn Windows 10 computer, heb ik in het device management in Windows Intune geïnrold met mijn Office 365. Let op, mijn machine is ook lid van het Azure AD, dus mijn client is ook lid van het Azure AD, dat is ook nu mogelijk. Daarmee ken ik dus in principe mijn account als single sign-on. Dus ik log in, in dit geval ik heb een fingerprint scan, ik log in en ga ik bijvoorbeeld door naar... Zou ik hier naar Azure willen gaan, dan doe ik dan portal.azure.com. Dan zou je dus meteen door inloggen omdat hij mijn naam herkent. En dan weet hij dat mijn laptop is in het domain controller, in het Active Directory van Microsoft van Azure. En mijn identiteit is... bekend, dus ik hoef me niet nog een keer in te loggen. Dat maakt het dus echt heel erg handig om je single sign-on te configureren. Ik heb hem nu in private mode, dat is de reden waarom hij niet doorloopt. Maar in principe als ik hem niet in private mode zou hebben, zou hij mijn identiteit herkennen en zou hij gewoon doorlopen. Ik wil het even hierbij laten. Ik zou nog één ding laten zien trouwens. Ja, Compliance en Security Center. Dit is nieuw. URL is protections.myoffice.com. Wat kun je hiermee doen? Hier kun je dus al je instellingen zetten voor, noem maar op, voor dat DLP, voor je... data management, archiving en dat soort zaken. Dus dit gaat heel erg ver. En hier moet ik zeggen, heel veel mensen kopen een tweede oplossing erbij. En die toevoegen naartoe aan het Office 365. Maar ik heb dus een beetje te spelen ermee. En ik zie dat het ook met de Security Center ook best wel ver kan. Veel kan, maar het is wel tijd, je moet wel even tijd insteken om het te configureren. Dus vooral bijvoorbeeld met de DLP policy, standaard staat bijvoorbeeld dat de datum misschien 3 jaar ingesteld kan worden voor mail archiving. Nou, dat kun je allemaal hier gaan instellen met de security center. Dus het is ook advies van, nou, speel ermee, kijk wat je ermee kan doen. Want dit komt wel heel vaak voor dat het verkeerd geconfigureerd is of helemaal niet geconfigureerd is. En dan belt de klant op van ja, ik ben mijn data kan niet meer terughalen. Ja, en dan staat er de standaard policy ingesteld. Terwijl je dus eigenlijk met een simpele, makkelijke tijdinvestering het policy had kunnen instellen voor iets langere retentietijd. Nou, ik hoop dat dit voldoende is. Ik wil die heel even hierbij laten. Mocht er wat meer interesse zijn, dan wil ik heel graag het verder even diepen met jullie.
En laat het even weten. Oké, bedankt zover Franklin voor je presentatie. Alsjeblieft. Een fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Oké. Heel, hoi. Hoi.